Nederlands kampioen. Nederlandse kampioen. Wat doet dat met je? Oh, dat doet het heel veel. Echt, dat is eigenlijk hard werken wordt beloond. En hard trainen is ook beloond door eerste plaats. Dus eigenlijk heb ik ook een ticketje meegekregen voor EU. Dus dan mag ik een wedstrijd mee gaan draaien in Europese kampioenschap. Klopt, eind in 2017 in oktober. En kan je al aangeven waar jij denkt dat die gehouden worden? Ik denk in Madrid. Arnold Classic heet het gewoon. Hoe komt een vrouw van jouw leeftijd ertoe om aan bodybuilding te doen? Van mijn jonge leeftijd wou ik altijd aan de wedstrijd gaan draaien. Nou, dat spreekt me heel veel. Dat fysiek, het lichaam, ja, training, sport. Ik kan van graag sporten. Sporten is eigenlijk voor mij heel wat. Ontspannen, alles. Ja, vroeger was een kennis van mij, zeg maar, van het mannelijke geslacht. Die heeft wedstrijd gedraaid. Nou, hij zag er zo mooi uit. Ik dacht van, nou, ooit wil ik een wedstrijd gaan draaien. Maar uiteindelijk is het in 2016 gelukt. Dus ik heb 3 wedstrijden gedraaid. Waarvan, dan begin je meestal met de laagste klasse, C-klasse. Dus als je in C-klasse eerste wordt, dan mag je gelijk naar de hoogste klasse. Dus ik was mijn eerste wedstrijd was ik eerste. Daarna mocht ik gewoon meedraaien met de A-klasse, de topklasse. En daar ben ik ook de eerste geworden. Dus dat is eigenlijk ook een ticketje voor mij voor Europese kampioenschap. En dat trainen momenteel, dat gaat uren per dag kosten. Nou, dat maakt me echt niet uit. Dat doe ik het wel. Ik ben er klaar voor. Ik ben er bereid voor. Dan ga ik maar uren trainen. Dus ik doe alles om eerste te zijn. Je doet er alles voor, maar heel belangrijk is natuurlijk je voeding. Mijn voeding zeker. Mijn voeding is heel erg belangrijk. Dus je mag gewoon echt droog eten. Droog wil zeggen dat hij niet droog is, maar zoutvrij, suikervrij en vetvrij. Dus namelijk, dan kan je beste massa kweken. Nou heb ik iets gelezen van eieren en brinta. Eieren en brinta, ja. Er zit heel veel eiwit in. En een brinta, dat is koolhydraten. Dat meng je gewoon met proteïneshake. Geen vet, geen zout, geen suiker. En daarmee kweek jij die spiermassa? Klopt, ja. Daarmee kweek ik de spiermassa. En plus ook nog trainen. Dus je moet ook eigenlijk wat zwaardere gewicht gaan trainen. En wat minder herhaling. Dat je dan de spieren maak je eigenlijk een beetje kapot. En daar met eiwit vult het eigenlijk. En dan ga je dan herstellen. En dan zo groeit je spieren. Ik ben 3 uur per dag bezig. Van 7 dagen in de week. Dus het moet lukken volgend jaar in oktober op de Europese kampioenschappen. En dan hebben we in Almelo eindelijk weer eens een keer een Europese kampioen. Yes, dat moet zeker gaan lukken. Daar ga ik ook voor.